onze bisschop en hierbij nog onze gelukwensen zijn wel op zijn plaats. Maar ik ben niet de enige die een debuut maakt, want dat geldt ook voor uw nieuwe diaken, Karel Donders, gisteren gewijd in de kathedraal. En dit is voor het eerste keer dat hij als diaken in de liturgie mag optreden, hier in uw geloofsgemeenschap, binnen uw parochie. Van de crisis van de jaren 30, ondanks die zware depressie, hier toch dit fraaie godshuis op te richten. Wij kunnen ons misschien wel ophalen aan hun grote geloof en hun gemeenschapszin. En er is nog iets bijzonders vandaag. Uw jubileum valt op het hoogfeest van de heilige Willy Nordis, de eerste aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Ja, broeders en zusters, zoals gezegd, wij kunnen niet meer terugvallen op de oude structuren en organisaties van wel eer. Ook voor ons komt het erop aan om evenals Willibrord de uitstraling te ontwikkelen die we als volgelingen van Jezus nodig hebben om het evangelie, de boodschap van Gods liefde, op overtuigende wijze over te dragen op de mensen hier in ons en kleurrijk. Porta is de naam van het kunstwerk. Een poort tussen hemel en aarde. En iedereen kan het ervaren en beleven.